De Nationale Ziekenhuisraad, NZR, zal morgen een gesprek voeren met een delegatie van het kabinet van de president. Tijdens dit overleg zullen partijen proberen een oplossing te vinden voor de financiële problemen waarmee de ziekenhuizen momenteel te kampen hebben. Manoj Hinderi, voorzitter van de NZR, benadrukt dat de rek nu helemaal uit is voor de ziekeninstellingen. Volgens hem zijn zelf de lonen en de koopkrachtversterking van personeelsleden niet gegarandeerd. Daarnaast kunnen de ziekenhuizen de kosten voor apparatuur vaak niet dekken. Het bedrag van ruim 20 miljoen SRD, dat onlangs is overgemaakt door het Staatsziekenfonds, SZF, is naar zeggen van Hinderi slechts een druppel op een hete plaat. Hij waarschuwt dat de situatie heel ernstig is en dat de ziekenhuizen nu radeloos zijn. Vrijdag 1 december hebben we een bespreking op het kabinet van de president. Wij hadden namelijk al eerder te kennen gegeven als Nationale Ziekenhuisraad dat wij ten einde raad zijn en dat wij op dat niveau graag ook ontvangen wilden worden om ons verhaal te kunnen doen en hopelijk daar over oplossingen te praten, acute maatregelen. En wij zijn uitgenodigd voor morgen, wij waren al uitgenodigd voor morgen. En daar gaan we dan hopelijk wel spijkers met koppen kunnen slaan. En dan kijken we uit naar een positief resultaat morgen. Met de president? Is het? Nee, het is met twee raadsadviseurs, de heer Weidenbos en de heer Ali Bux. De minister van Volksgezondheid, Patrick Bengel, heeft zich intussen via de media gedistanceerd van de houding van de ziekenhuisraad. De bewindsman stelt dat de raad een verkeerde indruk wekt. Bengel meent dat de ziekenhuizen wel regelmatig over hun financiële middelen kunnen beschikken, omdat die meestal op tijd worden overgemaakt door de overheid. Hinderi kan zich niet terugvinden in de uitspraken van de gezondheidsminister. Over. Ik verbaas me er echt over. Want de minister weet als geen ander en kan het verifiëren bij het Staatsziekenfonds. Dus niet omdat er één bedrag wordt genoemd van er is 20 miljoen beschikbaar. Er is 18 miljoen beschikbaar gesteld aan SZF. Heb ik van de directeur van SZF vernomen. En dat klinkt als veel geld. Dus dat je dat aanneemt, dat is veel geld, dus het zal wel genoeg zijn. U zou ook de directeur van SZF moeten vragen hoeveel hij nodig heeft om die declaraties van de ziekenhuizen van deze maand november uit te kunnen betalen. Die vraag moet gesteld worden. Hoeveel is er gedeclareerd door de ziekenhuizen en dat totaalbedrag zou beschikbaar moeten zijn. Maar gewoon het zeggen, er is een bedrag gestort en dat is genoeg, dat is maar een klein deel van het verhaal. Het totaalverhaal is, wat is er gedeclareerd? Manoj Hinderi, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad. Hij is vanmorgen door het kabinet van de president uitgenodigd om samen met zijn bestuur een gesprek te voeren met een delegatie van het kabinet. Dit gesprek moet leiden tot een acute oplossing van de financiële problemen van de ziekenhuizen. Intussen heeft ook de vereniging van RGD-artsen, VRA, bij monden van haar voorzitter Rajinder Ramotar aangekondigd morgen in actie te gaan. De reden hiertoe is dat de salarissen ook deze maand niet op tijd zijn uitbetaald. De artsen zijn morgen tot en met 9 uur beschikbaar op de poli, alleen voor spoedgevallen. Indien de gelden morgen niet zijn overgemaakt, zal de vereniging zich beraden over eventuele verscherping van de acties.